Wat je hier ziet is de situatie van voor de 19e eeuw. Hier zie je de voormalige toegang tot de kerk. Het was een schuilkerk. En deze twee huizen zijn inmiddels afgebroken. En hier zie je de voorganger van de huidige consistorie. Waar Schaap de architect van bekend is, is vooral die rondboogarchitectuur. En dan zie je hierboven zie je die fries zitten. En daarvan zie je nog wel een restant boven. Maar die ramen zijn helemaal vervangen. En ook die hele lijst, alles is allemaal verdwenen. Voor mij als architect is dit een interessant project omdat het een herbestemming betreft. We gaan van een consistorieruimte een woonfunctie maken. Het is in 1861 gebouwd door architect Schaap. En het is leuk voor mij als architect om dan in die geschiedenis weer een laag toe te voegen. Het pand heeft in de jaren 50 een enorme verbouwing gekend. En je ziet op de foto's dat het ook echt een jaren 50 uitstraling heeft gehad. Daarin proberen we eigenlijk de historie van het pand te respecteren en bepaalde dingen aan toe te voegen. En dat maakt het heel erg leuk. Ik heb hier een 3D-modelletje gemaakt van het pand. Hier zie je hoe het pand in elkaar zit. Aan de achterkant willen we de tuin proberen zoveel mogelijk te gaan betrekken bij het interieur. En daar komen dus wat wijzigingen. Maar we proberen wel het gebouw aan de buitenkant zoveel mogelijk intact te laten. Toen we dit huis zagen, waren we meteen verliefd. Het stond op een prachtige plek, het had een prachtige inhoud en het was zo mooi om te zien van de buitenkant en van de binnenkant. Alhoewel er niks in stond, dat maakte wel dat we alle mooie dingen van het huis en van de ruimte konden zien. Wat je hier ziet is een muur die vrij oud is. En dan zie je gewoon allerlei verschillende soorten metselwerken. Dat allemaal verschillende puzzelstukjes zijn met allemaal verschillende bouwhistorische informatie. Dan zie je ook al heel snel dat het 17e, 16e eeuwse steen is. Wat je bijvoorbeeld hier ziet, zijn veel grotere, dikkere stenen. Dat zie je hier heel duidelijk, heel mooi, die gemaleerdheid van de hele oude baksteen. Als je kijkt naar de dikte, dan kan je al gauw gaan naar de 14e, 15e eeuw. Alleen het was in de 18e eeuw en 19e eeuw heel gebruikelijk om oude bakstenen gewoon te hergebruiken, want die waren kostbaar. Dus het feit dat hier nu bijvoorbeeld opeens een stukje heel oud metselwerk tegenkomt, wil nog niet zeggen dat deze muur zo oud is. Verder zie je hier heel mooi een hele grote band. En uit de oude tekening uit 1860 weet ik dat hier vroeger een opkamer heeft gezeten. Wat je dan hier ziet is een van de roosters. Deze is echt bedoeld om verse lucht in de ruimte zelf te krijgen. En aan de andere kant zit er ook eentje. En dan komt de verse lucht komt dan binnen. En vervolgens zie je eigenlijk door de warmte stijgt het op. En dan gaat het via dit enorme rooster naar de bovenverdieping. Het is echt een vrij unieke situatie wat je hier hebt. Eigenlijk ook een beetje overdreven qua ventilatiehoeveelheid. Maar het is wel bijzonder en wel prachtig. We gaan het gebruiken als een woning en dat proberen we ook zo mooi mogelijk in te richten daarvoor. Uiteraard willen we ook het huis laten zien, want het heeft een aantal historische kenmerken die het zonde is dat het niet door anderen gezien gaat worden.